Welkom bij de vlog. Deze week ga ik een inkijkje geven in mijn leven. En wat wel leuk is, is dat ik deze week in China ben vanwege het Chinese kampioenschap. Qixili, Xingjiao en Fang Yang. Die rijden dit weekend het Chinese kampioenschap in Harbin. En het leuke is aan Harbin dat ik hier ook 2 jaar gewoond heb. Dat is inmiddels alweer 6 jaar geleden. Ik vond het op die manier wel leuk om eens te laten zien hoe mijn leven er hier 6 jaar geleden uitzag. En hoe dat eraan toe gaat in China. Dus dat is het trainingscomplex. Het ronde gebouw daarachter. Dat is de ijsbaan. 6 jaar geleden, toen ik hier voor het laatst was, stond dit er allemaal nog niet. Dit is wel even een goed moment volgens mij om over te steken. En hier staat nu een van de nieuwe winkelcentrum. En nu is dus de vraag, waar is mijn oude vertrouwde winkelcentrum? Oh. Bizar, ik ontdek steeds meer. Oh. Ze hebben ook een metro gebouwd. Ik heb het idee dat het hier ergens moet zijn. Do you know where I can buy the gloves for my hands? Gloves. I want to buy gloves for my hands. Yeah. Yeah. There? Okay. Yeah. Het is toch een beetje veranderd. Allemaal. Handschoenen zijn gevonden. Nou, even naar de supermarkt geweest. Inmiddels is het 5 graden kouder. Het gaat nu weg richting de min 20. Ik ga zo even eten met de groep. En dan gaan we morgen op het ijs. Dan begint het kampioenschap hier met de teamsprint. En dan hebben we vrijdag 1500 en zaterdag en zondag 500.000. Dus het wordt druk. Ja, weet ik ook niet helemaal wat hier de bedoeling van is. Nou, dit is de shorttrackbaan. Het ziet er echt vervallen uit allemaal. Maar hier zit curling. Dit is de ijsbaan. Welkom bij het KPN NK Sprint. Zoiets. Nou, we zijn nu op de ijsbaan. We gaan nu eventjes inrijden voor de wedstrijd. Ching. Hi. Hey. What are you going to do? I joined the 1500. Yeah, and what did you do yesterday? Yeah. Yesterday you did? Wing. Yeah. Team sprint. Yeah. So today 1500. Yeah. And tomorrow 500,000. Yeah. And Sunday? Also. Also. Yes. Busy, yeah? Yes. Let's go on the ice? Yeah. Deze bidon van Chia Xing moet ik dus de hele tijd bij me houden. Want ze zijn bang als je hem langs de kant zet dat iemand anders er wat in doet. Je ziet hier vrij weinig bidons langs de kant van de baan. Als je dus de ijsbaan uitloopt, gaat rechts, kom je bij waar ik vroeger woonde. Op de 4e verdieping. Dat waren mijn 2 kamers. Toch wel gek om hier te zijn voor mijn oude huis. Als je dit zo ziet, dan denk ik van hoe heb ik dat hier in godsnaam volgehouden. Maar toch heb ik het eigenlijk wel als een heel erg leuke tijd herinnerd. Maar het is wel een heel... Ja, het is wel heel oud. En vervallen. Maar zo woont eigenlijk iedereen naast het sportcomplex of op het sportcomplex. Naast de trainingsfaciliteiten waar ze elke dag moeten zijn. Het eten is overal gewoon op de begaande grond. En de meeste schaatsers liggen met 2 of met 4 man op een kamer. Ik had dan nog wel een eigen appartementje. En je hoeft eigenlijk het trainingscomplex niet af. Nou, dat ging echt super goed. Goede prestaties dit weekend in China door de ICO-dames. Yang Fang heeft vanwege privéomstandigheden helaas niet kunnen meedoen. Maar de dames hebben het super goed gedaan. 1-3 in het sprintkampioenschap, dus beide geplaatst voor het WK Sprint. 1-2 op beide 1000 meters, dus beide geplaatst voor het WK Afstanden.
Kisili heeft zich ook nog geplaatst voor de 500 meter voor het WK afstanden. En Xing Zhao heeft zich mooi geplaatst voor de 1500 meter WK afstanden. Mooi. Daarmee zit deze vlog erop voor deze week. Bedankt voor het kijken. Liken, volgen enzovoort enzovoort. Ik ga eens even gauw op zoek naar Starbucks om een beetje warm te worden.